Hallo allemaal, ik geef jullie graag heel wat belangrijke informatie voor onze aankomende Indigo dansvoorstelling. We hebben er super veel zin in en met jouw hulp wordt het een fantastische voorstelling. Repetities in de spel komen de dansers toe via de artiesteningang. En dat is de zijkant van de spel aan de kant van het oude zwembad. De ouders begeleiden de dansers tot aan de theaterdeur en vanaf daar nemen vrijwilligers het over. Ouders zijn niet toegelaten tijdens de repetities in de schouwburg. Heeft je kind verschillende repetities op éénzelfde dag, dan kan je kind gerust blijven in de theaterzaal en kijken naar de andere dansen. Bereid je kind hierop voor dat ze in stilte en op een respectvolle manier kijken naar de andere repetities. Alle repetities zijn in het lesuniform. Zorg ervoor dat je kind er netjes uitziet en alleen effen kleuren draagt zonder prints, die te maken hebben dus met het lesuniform. Er zal een fotograaf aanwezig zijn, ook tijdens deze repetities. En dan geef ik nu wat meer info over de kostuums, de make-up en de haartooi. Indigo die zorgt voor heel wat kostuums en het zou ook kunnen dat je zelf ook dingen moet meenemen. Jouw docent heeft je hiervan al op de hoogte gebracht. Zorg ervoor dat je alles aanwezig hebt om deel te nemen aan die voorstelling. Heb je meerdere kostuums, neem deze dan mee op kleerhangers of in ziplock zakjes. Dit neem je de vrijdag mee. Zorg ervoor dat alles gelabeld is. Aan de kapstok of op het zakje heb je een etiket met de naam van de danser, de naam van de dans en het nummer van de dans in de voorstelling. Zo heb je zelf meer overzicht en kunnen de vrijwilligers gemakkelijker helpen. Denk er ook aan dat je accessoires meeneemt in deze zakjes of aan de kleerhangers. Heb je haastverkledingen? Oefen deze dan ook thuis vooraf. Bedenk goed in welke volgorde je de kledij aan- en uittrekt. En misschien kan je dit ook timen. Zo ben je zeker dat je op tijd klaar zal staan. Als ouder help je kind ook om zelfredzaam te zijn. Hiermee bedoelen we dat je kind in staat is om voor zijn of haar eigen spullen te zorgen, deze op te vouwen en netjes bij te houden. Het helpt ook als je je kind leert om zelf schoenen aan- en uit te trekken. Onze mooie finale dans danst iedereen in de eigen kledij. Zorg er dus voor dat je deze eigen kledij mee hebt. We wensen alleen effen kledij, geen prints. Er zijn geen schoenen nodig bij de finale dans. Alle dansers dragen make-up op de vrijdag, zaterdag en zondag. Deze make-up breng je zelf in orde vooraf thuis. Backstage is het niet mogelijk om iedereen nog te schminken. Daarom vragen we om het filmpje te bekijken op onze website, zodat je met make-up kan toekomen. Zorg zelf voor de juiste haartooi van je eerste dans. Zorg dat je haar heel netjes is en geen losse haartjes heeft. Dit kan je bereiken door heel veel gel en haarlak te gebruiken. Gebruik ook enkele accessoires in je eigen haarkleur. Daarmee bedoelen we de rekkers, de schuifspeldjes en de netjes. Alle dotjes worden gemaakt met haarnetjes in eigen haarkleur. De gekleurde haarnetjes worden niet gebruikt tijdens de voorstelling. Je kan alles vinden in de Indigo Shop. Onze voorstelling heeft twee delen met een korte pauze tussenin. Alle dansers worden pas opgehaald na de finale dans, dus na deel 2. Behalve onze kleuters, die worden in de pauze opgehaald. In de theaterzaal wordt er niet gegeten. Help jij ook mee om alles netjes te houden backstage en onze medewerkers respectvol te behandelen. Alle juwelen en festivalbandjes laat je thuis. Als je net gaatjes hebt laten prikken en je oorbellen mogen er niet uit, dan dek je deze af met huidskleurige pleisters. Zorg er ook voor dat je passend ondergoed draagt die past onder jouw kostuum. Huidskleurig ondergoed kan je kopen in de Indigo Shop. Neem een leesboek mee of spelletjes of knutselgrief om je kind in stilte bezig te laten houden. Bereid je kindje ook hierop voor. Zorg dat alles genaamtekend is, zodat we onze verloren voorwerpen kunnen beperken. Overal komt een naam op te staan, zelfs op de balletschoentjes, footies en andere kleinere accessoires. Geef aan je danser een waterfles mee, want backstage kan je vers water vullen, en ook gezonde snacks.
Neem geen chips mee, chocolade of andere dingen die vlekken maken. Zo kunnen we onze kostuums proper houden. Zorg dat je kind een hele grote rugzak mee heeft of een grote sporttas. Superkleine ballettasjes zijn op dit moment niet handig. En zo kunnen alle spullen samen blijven, ook de schoenen en de jassen. Fotograferen en filmen is niet toegestaan tijdens de voorstelling. De foto's en de film kan je achteraf aankopen. We zijn ook nog op zoek naar heel wat vrijwilligers backstage. Wil je deel uitmaken van een gemotiveerd en leuk team? Meld je dan zeker aan. Je hebt geen ervaring nodig, gewoon een goed humeur en een helpende hand is wat we nodig hebben. Zo, dit was het. Als er nog vragen zijn, laat dan zeker van je horen. En heel veel dansplezier aan alle dansers en vooral heel veel kijkplezier aan ons publiek. Toi toi!